Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie zijn. In het Noors, hoe is dat? Goedemiddag. Kijk, dat bedoel ik. Zijn jullie wel eens tevreden over jullie FIFA-rate? En maken jullie wel eens grapjes over onderdeling? Dat is een mooie vraag. We hebben het nooit eerder gehad. Is leuk. Er worden wel... op het begin van het seizoen krijgen wij altijd een mapje met onze kaart. Staat daarin geborduurd met de FIFA-rating. En dan... Dan gaan we altijd een beetje vergelijken met elkaar en soms zit FIFA er nog best wel naast met hoeveel pace iemand moet hebben en wat zijn schot is en dat soort dingen. Dus in deze FIFA, als ik me goed herinner, ben ik sneller op FIFA dan Joshua Brunet. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niks van waar. Die sprint mij in het echt natuurlijk eruit. Maar daar maken wij onderling wel grapjes over, ja, zeker. Wat meer is er gewoon te zeggen. Zingen jullie ook Twente-liedje in de bus? Ah. Jij kunt goed zingen. Goeie vraag, dan moet je Michel Flap vragen. Hij is onze, hoe zeg je dat? Clown in de groep. Clown in de groep. Ik zing bijna nooit. Misschien in de douche, maar niet anders dan dat. Ja, klopt. Goeie plek. Daan? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat er soms wel eens een liedje van Twente opkomt. Er zijn een aantal remixnummers van Super FC Twente en die nummers allemaal. En natuurlijk dat liedje wat Flap helemaal eigen heeft gemaakt van... nummer, dat wordt wel geregeld gedraaid in de bus. Dus, en dan doet iedereen ook wel mooi mee, zeker. Met welke speler kun je het beste samenspelen? Ik denk met Matthias Schöle, die hier naast me zit. We speelden begin dit seizoen thuis hier tegen PSV. En toen mocht ik voor de eerste keer op 10 spelen. En toen speelde hij achter mij op 8. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een van de beste wedstrijden van ons dit seizoen vond. En ja, het was echt was een heel mooi samenspel wat ik met Matthias had. En ik hoop dat volgend seizoen vaker te mogen doen. Dat is mooi om te horen. ik moet kiezen of misschien mijn beste vriend in Twente, Manfredo Galde. Wanneer wij samen traint en een paar keer op het veld in een wedstrijd, voelde ik dat wij goed samen kunnen spelen. Goede combinatie. En voor jou is het ook een mooie combinatie. Want het was inderdaad. Ja, ik dacht misschien krijg ik een compliment terug, maar nee, helaas. Nog niet. Ik voelde het wel een beetje. Ja, ik voelde het ook wel. Ja. Wat is je lievelingseten en wat lust je niet? Ja, Matthias. Ik hou wel van tacos, Mexicaans, pizza prosciutto. Ik hou niet echt van... rode ui. Dus dat is het. En van een haring? Een haring? Haring? Ja? Oh nee, ook niet. Ook niet? Ook niet. Er zit geen rode ui op. Ook niet. Welke positie vinden jullie het moeilijkst? Dus welke positie zou je liever niet spelen? Voor mij is er maar één hele moeilijke positie en dat is keeper. Ja, dus ik ben zelf 1,80 meter. En je moet wel in alle hoeken erbij komen als je kijkt naar onze keeper Lars Unnestal. Onze Viking. Die is zo groot, die komt bij alle hoeken en gaten komt hij wel bij. En, ik moet springen om bij de lat te komen, zeg maar. Dat is, Mag je ook pizza eten? Ben jij gek op pizza? Ja. Ja, zie je wel. Daarom vraag je dat om. Als ik vrienden heeft bezoek en mijn familie is hier, dan eet ik wel pizza. En dan maak je ze zelf? Nee. Laat ik het eens vragen. Je weet maar nooit. Maar je bestelt ze? Ja. Heel goed.
Hoe ben je bij deze mooie club gekomen? Dat is een hele mooie. Ik woon in Groenlo. En eigenlijk is dat een beetje op de hel van... het is een half uur naar Doetinchem, naar de Graafschap. En een half uur naar Hengelo, naar, of Enschede, naar Twente. En ik begon wat eerder bij... ik werd eerst gescout voor de Graafschap. En toen heb ik daar heel veel rondes doorstaan. Toen mocht ik eigenlijk naar de Graafschap. En net twee weken voordat ik definitief naar de Graafschap zou gaan, werd ik gebeld door Twente of ik daar wou komen voetballen. En ja, ik was gewoon een Twente-fan, dus het was dus keuze snel gemaakt. Toen heb ik de Graafschap direct een belletje gedaan dat ik niet meer kwam. Toen ben ik direct naar Hengelo gereden om daar mijn tenue aan te trekken en daar te komen trainen. Daan heeft toen een stadionverbod gekregen in Winterswijk, dat snap je, of in Doetinchem. Ja, ik mag de Vijverberg niet mee in. Nee. Dit was de laatste vraag. Joris heeft nog een... Als jij Joris al bij je roept, dan gaat het vanzelf. Joris. Komt u maar. Zo. Krijg ik een pizza. Dankjewel. Niet niks, hè? Toppen, hartstikke bedankt. Super actie. Dankjewel. Toppen, dankjewel.